Vice-president Ronnie Brunswijk zegt dat gewezen minister van Grondbeleid en Bosbeheer Diana Pocky onwaarheden heeft verkondigd over mogelijke opdrachten die hij haar zou hebben gegeven voor onterechte gronduitgifte tijdens haar bewind. Hij sprak journalisten vandaag voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering. Pocky deed zaken uit de doeken tijdens een feestvergadering van de NPS afgelopen zondag. Brunswijk verduidelijkt dat hij met alle zekerheid kan zeggen dat Pocky juist fouten heeft gemaakt met de uitgifte van duizenden hectare toen zij de scepter zwaaide op het departement. Luister nou, ik wil me niet met begeren, mevrouw Pocky. Mevrouw Pocky, rustig. Want en zij wil dat ik ook moet gaan praten en ik ben niet op die niveau. Op dat niveau wil ik niet gaan, want ik niet. Die gaan niet voor dat hij. Toen was ik een welke opdracht van. Ze hebben nooit een opdracht van mij gehad. Ze hebben nooit een opdracht van de president gehad, dat weet ik. Geen van de ministers hier, dat ik zeg, alleen wanneer er een slans belang is, dan krijg ik een opdracht van deze president. Nooit in mijn leven. Brunswijk zegt dat hij zijn beklag zal doen bij de procureur-generaal over de overtredingen die Pocky heeft begaan. Hij zal dan de werkelijke reden waarom de gewezen minister het veld heeft geruimd prijsgeven. Ik ga het niet alleen maar zeggen, ik ga ze gewoon bij de PG droppen, dan ga ik dat doen. Waarom zo werken ze gehaald? Als ze dat wil, dan ga ik dat doen. Laat de gemeenschap zien waarom ze is werken gehaald. Ze is een vrouw, we proberen die vrouw te beschermen, die vrouw voor de keren, die vrouw die ving. Maar als ze dat wil, kan ik van morgen, vandaag al, die hele dossier is thuis bij mij. Ik kan het gewoon droppen bij de PG, dan kijk. Dan ga je zien wie opdracht heeft gegeven, wie wat zomaar heeft gedaan. Je kan een minister niet zomaar weghalen. Dat gaan we niet doen. De president is ook daar, de president heeft een aantal dagen proberen nog. Dat president, dit gaan we niet accepteren. Als je nu gaat naar Atjoni, dan kan je al zien wat voor problemen ze heeft gecreëerd. Vanaf Atjoni tot Marowijn rivier heeft ze gegeven aan een Chinees. De vicepresident verklapt dat Pocky onterecht 300.000 hectare grond heeft uitgegeven aan Chinezen. De vicepresident geeft verder ook aan dat dit alles is gebeurd terwijl er gesprekken gaande waren over het grondrechtenvraagstuk.